Ik ben Timo Bijker. Ik ben hier al bijna 4 jaar werkzaam. Bij? Bij de Knuiten, natuurlijk. En de Knuiten heeft nu op de markt een hele grote tent staan. Waar is dat nou allemaal voor? Ja, we hebben in de decembermaand hebben wij diverse feesten. Zoals zingen in de kerk. Daar kun je gewoon nog steeds voor reserveren. Daar doen we ook een 3-gangen diner bij. Dat kost 40 euro per persoon. We hebben met kerst hebben we hier een aantal evenementen. Kerstmiddag, eerste kerstdag, tweede kerstdag. We zenden ook de finale uit van het WK. Geen idee wie dat zal zijn. Wie weet Marokko wel. Laten we het hopen. En ja, gewoon diverse feesten hier en gewoon gezelligheid. Dus de Haaksbergenaren hoeven zich niet te vervelen in deze donkere maand? Nee, zeker niet. Zeker niet. We hebben echt elk weekend hebben wat hier gepland. Zoals aankomend vrijdag hebben we een vrijmibo. En zingen in de kerk, dat zijn natuurlijk Martanja en Rutger. Ja, dat klopt. En als je dat concert wilt gaan combineren, dan kan dat bij jullie met een mooie 3-gangen menu. Ja, dat kan. Maar volgens mij kun je de kaart ook loskrijgen als ik het goed heb begrepen. Het is niet dat het hoeft, maar we bieden wel een 3-gangen menu aan. Er komen ook nog allerlei artiesten langs in deze tent. Ja, vertel, dat wie komen? We hebben een aantal live artiesten, zoals de Gebroeders Co, Boer Benny, de Havenzangers hebben we ook. Maar we hebben ook diverse DJ's. Zoals Rob Tonen is daar ook eentje van. En ja, gewoon een gezellig feestje van maken. En gezelligheid, daar gaan wij voor. Alle info kunnen we terugvinden op jouw website, denk ik? Ja, op de website kun je terugvinden. En op de Facebookpagina en onze Instagrampagina. Dus als je nog niet volg ons, dan ben je altijd op de hoogte van alle dingen. Goed zo. Nou, alom gezelligheid op de markt. En misschien komen we je tegen daar. Ja, zeker. Ik ben alle dagen ben ik er. Dus gaan we sowieso een feestje van maken.